Waarschijnlijk zal je niet zomaar een slok water uit een rivier of sloot nemen. Ik vertel hoe we dat water weer schoon krijgen. Hoe maak je van slootwater drinkwater? Dit is de Universiteit van Nederland. Je denkt er misschien niet elke dag over na. maar dat jij thuis de kraan opendraait en daar altijd schoon drinkwater uit kunt drinken. is heel erg bijzonder. Dat is niet overal ter wereld zo. Wereldwijd heeft 1 op de drie mensen geen toegang tot veilig drinkwater. Hierdoor kunnen ziektes uitbreken en is dus kindersterfte onnodig hoog. Niet voor niets heeft de Verenigde Naties dan ook het doel gesteld... ...dat iedereen ter wereld in 2030 veilig drinkwater moet kunnen drinken. In Nederland hebben we het gelukkig goed voor elkaar. Jij kan zorgeloos uit de kraan drinken. Maar toch is dat niet zo vanzelfsprekend. In Nederland bevinden we ons namelijk niet op zo'n handige plek voor schoon water. Je zou kunnen zeggen dat we hier het afvoerputje zijn van Europa. Want bij ons eindigen de grote rivieren in de zee. Zo heeft de Rijn eerst door Duitsland gestroomd en de Maas door België en Frankrijk. Waardoor vervuiling van de mens alle kans heeft gehad om in het water terecht te komen. Vervuiling kan in rivieren terechtkomen door afstromend regenwater dat vuil meeneemt, fabrieken die lozen, mensen die erin zwemmen en bijvoorbeeld rioolwater. Nog niet zo lang geleden was de Rijn dan ook een erg vieze en stinkende rivier. Maar door betere regelgeving zijn de lozingen afgenomen en is de waterkwaliteit verbeterd. Desalniettemin is rivierwater nog geen drinkwater. Je kunt het al zien en ruiken, want de rivier is vaak gelig. En ruikt wat muf. Ook kunnen er zand in kleideeltjes in zitten. Wat het niet aantrekkelijk maakt om te drinken. En misschien kiezels. of zelfs bierdopjes. Maar waar het gezondheidsrisico natuurlijk vooral in zit, zijn de dingen die je niet ziet: wormpjes, bacteriën en virussen. Het water is een prachtige dierentuin. Ook opgeloste stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, zoals zware metalen of pesticiden. Nou ja, dat allemaal samen ziet er dan ongeveer zo uit. En daar moeten wij dan drinkwater van maken? Maar zeg nou zelf, zou jij dat willen drinken? Nee toch? Nou, gelukkig hoeft dat ook niet. In Nederland hebben we prima drinkwater uit de kraan. Sterker nog, ik durf wel te stellen dat we hier het mooiste kraanwater hebben van de hele wereld. Hoe is dat dan mogelijk? In dit college wil ik jullie vertellen welke technieken wij gebruiken om dit water te zuiveren. Maar eerst wil ik een uitstapje maken naar hoe ontzettend belangrijk schoon water is voor onze gezondheid. Dat je ziek kan worden van vies drinkwater wisten we al in de 19e eeuw. Cholera was toen een veel voorkomende ziekte. De cholera bacterie veroorzaakt overgeven en diarree, wat kan leiden tot uitdroging. Elk jaar gingen er in Nederland duizenden mensen dood als gevolg van deze ziekte. Toen er in Londen een grote cholera epidemie uitbrak, ging wetenschapper John Snow op onderzoek uit. Door een platte grond van de stad erbij te pakken, kwam hij erachter dat alle besmette mensen water haalden uit dezelfde pomp. Het water was besmet met een bacterie en zo werden alle mensen in omliggende huizen ziek. De oplossing lag dus ook voor de hand. Het water moest schoner. Maar hoe? Nou, er zijn meerdere manieren om je water te zuiveren van bacteriën en andere ziekteverwekkers. Dit kun je doen door de vervuiling te verwijderen of door het onschadelijk te maken. Eigenlijk wordt overal ter wereld, behalve Nederland, water schoongemaakt door er chloor aan toe te voegen. En chloor is goed spul, want het maakt bacteriën dood. Je krijgt dus zeker geen cholera van dat water. Maar er is wel een ander gevaar. Naast dat chloor bacteriën dood maakt, ontstaan er ook bijproducten. En deze bijproducten kunnen, als je voor een langere periode veel van dit water drinkt, kankerverwekkend zijn. En dat is natuurlijk wel een probleem. Ook smaakt water met chloor niet zo lekker. Denk maar aan de vieze smaak als je op vakantie je tanden poetst. Nou, in Nederland doen wij dit dus anders, want we gebruiken geen chloor. Dit is erg bijzonder, want dit betekent niet alleen een uitdaging voor de zuivering, maar ook voor de leidingen waarmee het water naar jouw huis komt. Die moeten in uitstekende conditie zijn. Hoe dat water wordt gezuiverd hangt af van waar het water vandaan komt. Je denkt misschien dat we allemaal hetzelfde water drinken, maar dat klopt niet helemaal. Water is namelijk een heel erg lokaal product. Er zijn heel veel waterbronnen in Nederland, maar grofweg kunnen we die waterbronnen onderverdelen in twee grote groepen. We hebben grondwater, het woord zegt het al: water dat in de grond zit. En er is oppervlaktewater, dit zit boven de grond, zoals in rivieren of meren. Woon je bijvoorbeeld in Arnhem of Eindhoven, dan komt je water daar uit de grond. En woon je in Rijswijk, dan krijg je water uit de Maas. Nou, voordat we kunnen gaan zuiveren, moeten we eerst weten wat je precies uit het water wil halen. En dat hangt weer af van je waterbron. Uiteraard kies je de beste bron in de omgeving, dus die het schoonste is. Maar wat voor vervuilingen kunnen er dan nog in zitten? Nou, grondwater is een mooie bron voor drinkwater, want het is al vrij schoon. Het zit namelijk diep onder de grond en daardoor hebben mensen het niet kunnen vervuilen. Toch zitten er van nature ook in grondwater stoffen die eruit gehaald moeten worden, namelijk ijzer, mangaan en ammonium. Deze zijn niet echt schadelijk voor de gezondheid, maar moeten toch verwijderd worden, want ijzer kan bijvoorbeeld bruin water veroorzaken. Nou, grondwater zuiveren doen we in een paar stappen. We beginnen met beluchting. Beluchting is een zuiveringsstap waarbij het opgepompte grondwater in contact gebracht wordt met lucht. Dit kan met een sproeiinstallatie of een aantal traptredes, dat noemen we cascades, waar het water overstroomt. De menging van water en lucht zorgt er dan voor dat zuurstof ingebracht wordt. Dit is ook belangrijk omdat daarmee andere stoffen zoals ijzer verwijderd kunnen worden. Het water stroomt na beluchting op een zandfilter. Een zandfilter is prachtig vanwege zijn eenvoud, want het is niet meer dan een zandbed waar het water door stroomt. Maar schijnbedriegt, want dit filter is veel meer dan een zeef. Er leven bacteriën in die zorgen voor de omzetting van ammonium en van mangaan. Zelf ben ik erg gefascineerd door de werking van deze grondwaterfilters. Ze bestaan al ruim 200 jaar, maar nog steeds leren we meer en meer over de precieze werking. We begrijpen zo steeds beter welke processen er plaatsvinden tussen beluchting en het zandfilter en hoe verschillende vervuilingen eruit gevist kunnen worden. En dat is belangrijk, want je begrijpt dat niet overal ter wereld dezelfde vervuilingen in de grond zitten. Zo zit in Bangladesh bijvoorbeeld het kankerverwekkende arsene in grondwater. Arsene is zo giftig dat het je ziek kan maken bij concentraties zo laag als microgrammen per liter. Een recente schatting geeft aan dat wereldwijd minstens 100 miljoen mensen via hun drinkwater blootgesteld worden aan dit gif, vooral in Zuidoost-Azië. Helaas is de verwijdering van arsene niet zo eenvoudig als ijzer of mangaan en kunnen de technieken die in Nederland gebruikt worden niet zomaar gecopypaste worden naar andere delen van de wereld. Samen met onderzoekers in Bangladesh probeer ik dus slimme manieren te ontwikkelen om ook water te kunnen zuiveren elders in de wereld. Maar nu weer terug naar Nederland, want zoals ik net al zei, hebben we ook oppervlaktewater. In tegenstelling tot het mooie grondwater in Nederland is oppervlaktewater een stukje viezer. In deze bak met water liet ik al zien dat de invloed van de mens op dit water veel groter is. Het verschil tussen het zuiveren van grondwater en oppervlaktewater is dus makkelijk te herkennen, want het aantal zuiveringsstappen voor oppervlaktewater is zeker het dubbele. Nou, neem als voorbeeld het drinkwater dat bij mij thuis uit de kraan komt: dit water komt uit de Maas en wordt verpompt naar de duinen. Het klinkt misschien gek, maar zoals ik net zei, is zand een heel goed filter. En de duinen zijn al sinds de 19e eeuw een belangrijke bron voor drinkwater. Van nature ligt er al water onder de duinen, maar dit raakte op en wordt nu aangevuld met water uit de rivier. Dit rivierwater wordt op de duinen gebracht als kleine meertjes, waardoor het water dan door de zandduinen naar beneden kan zakken. Het water stroomt dan een aantal maanden door de duinen. Hierdoor wordt het water van betere kwaliteit, want ziekteverwekkende bacteriën overleven dit niet. De eerste stap na de duinen is het ontharden van het water. Het water is hard omdat er een combinatie van calcium en magnesium in zit. Hard water kan problemen geven in het huishouden. Als je het bijvoorbeeld opwarmt met een waterkoker of wasmachine of in de douche, dan kun je witte kalk zien zitten. Nou, om te voorkomen dat mensen hier last van hebben, wordt het water in Nederland dus onthard. Dit kan op verschillende manieren. Maar in Nederland doen we dat meestal door de pH van het water, dat is de zuurgraad, te verhogen. Dan kan de kalk met deze korrels uit het water gehaald worden. De tweede stap in de waterzuivering is de verwijdering van minder prettige geur of kleur met actief kool. Actief kool trekt opgeloste organische stoffen aan en houdt deze vast. Adsorberen heet dat. Actief kool is hier heel geschikt voor, want het heeft een gigantisch oppervlak door de structuur van de poriën. De viezige kleur- en geurstofjes zitten dan niet meer in je water, maar op het kool. Vervolgens zijn er twee zuiveringsstappen, net als bij grondwater. Want tijdens duinpassages is het rivierwater op grondwater gaan lijken en zit er dus wat ijzer in. Daarom wordt het water belucht, via die traptreden, net als bij grondwater. Door het contact tussen water en lucht kan er zuurstof in het water komen die ervoor zorgt dat het ijzer vlokjes wordt. Deze vlokjes die kunnen verwijderd worden met het zandfilter. Deze zandkolom is een klein zandfilter dat we gebruiken om in het laboratorium onderzoek te doen. Het laat mooi zien hoe het water van boven naar beneden door het zandbed zakt. Nu is het dus zacht water zonder geur en kleurstoffen en er zit geen ijzer meer in. Ook waren de ziekteverwekkende bacteriën al gedood tijdens duinpassage. Dus kan het nu dan het leidingnet in om naar de mens getransporteerd te worden? Nou nee. Hoewel het water al prima drinkbaar is, is er nog een laatste zuiveringsstap. Het langzame zandfilter. Dit zandfilter wordt langzaam genoemd omdat het water er maar heel langzaam doorstroomt. Dit is belangrijk omdat de bacteriën in het filter zo de kans krijgen om de laatste voedingsstoffen uit het water te halen. Voedingsstoffen zijn stikstof, koolstof en fosfaat en kunnen ervoor zorgen dat in de leidingen tussen de zuivering en jouw kraan alsnog bacteriën gaan groeien. En omdat we in Nederland geen chloor gebruiken, moeten we daar extra op letten. Door de voedingsstoffen uit het water te halen, wordt het deze bacteriën erg lastig gemaakt om te groeien. We noemen dit biologische stabiliteit van het water. Hierdoor blijft het water schoon en veilig, ook als je het verplaatst. Nou, dit zijn de zuiveringsstappen die gebruikt worden voor mijn kraanwater. Maar op andere plaatsen in Nederland wordt bijvoorbeeld UV-licht gebruikt om bacteriën te doden... ...of membranen om opgeloste stoffen te verwijderen. Door deze zuiveringstechnieken te blijven verbeteren... ...zullen ook vervuilingen van de toekomst verwijderd kunnen worden. Nou, dit klinkt allemaal als heel veel werk. Alleen maar om schoon water uit de kraan te krijgen. En je kunt je misschien afvragen of dat wel nodig is. We gebruiken namelijk ook heel veel van dit water om de was mee te doen, de wc door te spoelen en de planten water te geven. Is dat wel de moeite waard? Waarom maken we ons kraanwater bijvoorbeeld niet wat minder goed schoon en kopen we het water om te drinken uit een flesje? Scheelt een hoop werk. Nou, water uit flesjes gaan drinken is een heel slecht idee. En dat is niet alleen vanwege het gebruik van plastic. Ik begon het college al met de verschillende waterbronnen en dat water een lokaal product is. Daar hebben we een goede reden voor. Want hoewel het zuiveren van water als een flink wijk klinkt, is waterzuiveren heel duurzaam en verbruikt veel minder energie dan het kost om water te vervoeren. Een goede vergelijking: de CO2-uitstoot van één autoritje van Delft naar de Spa-bron in België is grofweg hetzelfde als de CO2-uitstoot van vijf jaar lang jouw schone water uit de kraan. Kun je je voorstellen wat de milieu-impact is als we schoon drinkwater voor iedereen zouden moeten gaan vervoeren? Het is dus heel belangrijk dat water een lokaal product blijft. Het is het beste als het gewoon uit een bron in de buurt komt. Dit geldt in Nederland, maar ook elders in de wereld. Je kunt je voorstellen dat het in het natte Nederland makkelijker is om voldoende water te vinden dan in gebieden waar buiten de regentijd geen druppel valt. Transporteren van water lijkt dan een slimme oplossing. Maar het blijft altijd beter om zuiveringstechnieken te ontwikkelen die overal lokaal drinkwater kunnen maken. Dat is een stuk duurzamer en effectiever. Dus, schoon drinkwater is extreem belangrijk voor onze gezondheid. Waterzuivering is best wat werk, maar is met de juiste technieken veel duurzamer dan je zou denken. Ik hoop dat de volgende keer dat jullie de kraan opendraaien en bij stilstaan. Hoe bijzonder het is dat je nu een lekker glaasje drinkbaar kraanwater hebt. Dank je wel.